Nog 60 minuten en dan begint jouw presentatie. Hoe bereid je je voor in die kostbare tijd? Misschien ben je de laatste dingen nog aan het checken. Het licht, de ruimte waar je staat, het geluid, etc. En voordat je het weet, heb je nog maar 10 minuten. Lichte onrust, misschien wat stress en je hebt geen goede concentratie. Voor je gevoel begin je onvoorbereid en dat is allesbehalve fijn. Ik ben Emily Zipsen, dagvoorzitter en moderator voor het Nederlands Debatinstituut. En in deze video vertel ik je graag hoe je je het beste kunt voorbereiden voor een presentatie. Graag geef ik je 4 tips die niet mogen missen in de voorbereiding voor je presentatie. Planning. Maak voor jezelf een globale planning, zodat je de technische en praktische zaken al hebt gedaan en je nog ruim de tijd hebt voor jezelf. Voor de een is dat 45 minuten en voor de ander een kwartier. Maar dan heb je in ieder geval die aspecten achter de rug. En dat geeft rust. Warm je stem op. Adem en verstaanbaarheid zijn een must als je voor een groep mensen spreekt. Lage ademhaling, goede articulatie en volume kun je oefenen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met het brommertje. Ik laat het graag aan je zien. Plaats een hand op je buik en maak eigenlijk een brommergeluid. Dus je ademt in door je neus. Als je dat hebt gedaan, kan je er een toon op maken. Kies een toonhoogte die jij fijn vindt of wissel af. Een andere oefening die heel fijn is en ook ontspannend werkt, is de volgende. Je ademt in door je neus en je ademt uit op een F. Dit kun je ook liggend doen en dan werkt die nog ontspannender. Visualiseer. Weten wat je gaat vertellen zit als het goed is voor een groot deel in je hoofd. Het voor je zien meestal niet. Daarom visualiseer ik meestal de grote lijnen van de presentatie of de grote lijnen van de dag. Bijvoorbeeld, ik ben hier vandaag om te praten over het klimaat. Daar is mijn microfoon. Dat is de plek waar ik mag staan. Die en die gasten zijn er. Dan komt er dat blok. Ik weet precies waar het publiek zit. De beamer, nou, et cetera, et cetera. En dat is voor iedereen natuurlijk anders toepasbaar. En daarna, als je dat hebt gedaan, vooral lekker loslaten en erop vertrouwen dat je het weet. Opladen, oftewel laat jezelf op. Zeker als je bijvoorbeeld een wat lage energie hebt. Ga dansen, luchtboksen of 5 minuten in stilte. Misschien is dat wel de ultieme manier voor jou om op te laden en te focussen. Het gaat er vooral om dat je jezelf fysiek en mentaal voorbereidt. Probeer gewoon wat voor jou het beste werkt. Kortom, maak een planning, warm je stem op, visualiseer en laad jezelf op voor een bulk aan energie op het podium. Tot zover mijn tips voor een goede voorbereiding voor je presentatie. Vond je dit nou een leuke video? Like dan vooral deze video hieronder. En abonneer je gelijk op ons YouTube-kanaal voor nog meer tips en interessante video's over spreken voor publiek.